Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week, van dag tot dag op RegioNieuws TV Info Thuis. Het internationale homomonument bij het Centraal Station in Den Haag is beklad. Dat is gebeurd vlak voor de start van de Pride Week in Amsterdam. Er stonden haatzaaiende en discriminerende teksten op. Ook de regenboogbankjes zijn beklad. De Stichting Internationaal Homomonument doet aangifte in overleg met de politieafdeling Roze in Blauw, die dit verder zullen oppakken. De stichting houdt contact met COC, gemeenten en politieke partijen in de Haagse Raad. De Haagse Stadspartij heeft al haar afschuw uitgesproken over de bekladding. De gemeente heeft het monument inmiddels helemaal schoongemaakt. Het monument speelt een belangrijke rol bij de viering van Pride, dat dit jaar van 8 tot en met 10 september wordt gehouden in Den Haag. De vernieuwde Hofkampbrug in Wassenaar is opgeleverd. De brug verbindt de Hofkampweg met de winkels aan het Stadhoudersplein. Er was een tijdelijke voetgangersbrug aangelegd. Zo konden inwoners de winkels bereiken. Volgens de gemeente was de vervanging van de Hofkampbrug een groot en uniek project. We zijn door de gemeente gevraagd om de oude brug, die aan het eind van zijn levensduur was, te vervangen door een nieuwe betonnen brug. De hele weg wordt opnieuw ingericht, wordt teruggebracht naar een 30 kilometer zone, waardoor de verkeersveiligheid ten goede komt. De nieuwe brug is smaller dan de oude. Dit heeft te maken met het doorvoeren van de 30 kilometer zone in de omgeving. Daarmee wordt voldaan aan de richtlijnen die bij zo'n zone horen. Er is rekening gehouden met winkelend publiek, zodat er genoeg ruimte is om elkaar te passeren met een winkelwagen. De doorvaarthoogte is met 10 centimeter toegenomen. Dus de nieuwe constructie hebben we slanker kunnen maken, waardoor er meer doorvaarthoogte komt voor de pleziervaart. Om de strijd tegen de afvaloverlast te winnen, heeft de gemeente Den Haag het aanvalsplan afval gemaakt. Dat is gebaseerd op 3 pijlers: preventie, orde en handhaving. In totaal zijn er 50 actiepunten die de huidige inzet zullen versterken. Er worden bijvoorbeeld onopvallende surveillanten ingezet en er wordt meertalig gecommuniceerd over het aanbieden van afval. Er zijn ook nieuwe opruimmiddelen, zoals peukenzuigers. Vanaf nu wordt er jaarlijks gerapporteerd over de voortgang. Het plan richt zich op afval in de Haagse buitenruimte met een focus op bijgeplaatst afval en zwerfafval. Zo moet overlast voorkomen worden. Tegelijkertijd zorgt de gemeente voor voldoende containers en dat het afval continu wordt opgeruimd. Handhaving is in de aanpak het belangrijkste punt. Bewoners en ondernemers moeten ook een belangrijke rol spelen. Zo worden gesprekken gevoerd met Hagenaars waarvan de uitkomsten in de aanpak worden meegenomen. En daarnaast zijn interne en externe partners van de gemeente, zoals woningcorporaties en de reinigingsdiensten, betrokken bij het opstellen van het plan. Leidschendam-Voorburg gaat samen met woningcorporaties op 5 locaties versnelde woningbouw toepassen. Eerder werd bekeken wat de mogelijkheden zijn om flexwoningen te bouwen, maar dat bleek te duur. In Stompwijk komen op de Zustersdijk 18 en op de Van Zandhorststraat sociale huurwoningen die snel gebouwd kunnen worden volgens een standaardontwerp en bouwplan. De bouw kan al in 2024 gestart worden. Dit traject loopt in overleg met de adviesraad van Stompwijk en ook omwonenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Voor de oude trambaan 51, de blauwe tram, en de tol 32A werkt WoonInvest aan plannen voor verbouwing van de huidige panden tot definitieve eenkamerwoningen. Voor beide locaties volgt een inloopavond zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en alternatieven die aangedragen zijn door omwonenden zijn onderzocht. Met Woonzorgcentrum Haaglanden is gekeken naar de mogelijkheden van flex of versnelde bouw op de locatie van de Zonneruiter in Voorburg. Maar dat blijkt niet haalbaar. In een pand aan de Meesterstraat in Noodorp zijn bijna 1300 flessen lachgas in beslag genomen. Een deel van de flessen was nog verzegeld. De straatwaarde van het lachgas is rond de 90.000 euro. Het pand is door de politie gesloten. Er werd een 36-jarige verdachte aangehouden. Die zit vast en wordt gehoord. Vanaf begin deze maand gaan politie en justitie de handel, het transport, de productie en het bezit van lachgas opsporen en vervolgen. Aangetroffen lachgas werd al eerder in beslag genomen.
Volgens de politie leidt lachgas steeds vaker tot gevaarlijke situaties. Er vallen de laatste jaren steeds vaker doden en gewonden bij verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was. De laatste tijd zijn bij controles van opslagruimtes regelmatig verboden en gevaarlijke goederen aangetroffen, zoals explosieven, vuurwapens en grondstoffen voor de productie van drugs. En tot zover het weekoverzicht. Wilt u nieuws melden? Mail dat naar onze redactie. Dat kan naar info@regionieuws.tv. En kijkt u via WhatsApp? Stuur uw berichten naar 06 1970 2510. En kijkt u via YouTube en volgt u ons dagnieuws? Vergeet niet ons te liken en te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.